Wij gaan jullie vanavond uitleggen hoe je een mooier leven kunt krijgen door beter naar sport te kijken. Nou, stel je voor, je wordt in Togo geboren met heel veel golftalent. In Nederland zijn 482 golfcourts. In Togo is er maar één. Yes! Nou, kijk, werkt het of werkt het niet? Dit werkt, ja. Het kost niks extra's. Kijk, Robben wordt op een schandalige manier getackeld. De deugd van een darter is natuurlijk concentratie. Maar een teveel aan concentratie is verkramptheid. Dat is eigenlijk wat die darteritis is. En je kan, als je een snoeker op een perfecte manier speelt, kan je alle ballen in één beurt potten. Even vanuit het andere perspectief. En je hebt gewoon wel een keer seks. Jans Koerts heeft mij de liefde voor de sport bijgebracht. Maar het erge is, ik heb hem de liefde voor de sport afgenomen. Eigenlijk raar natuurlijk. Ik heb altijd geleerd, als je iets kwijt bent, moet je kijken waar je het voor het laatst hebt gezien. Maar als we onszelf kwijt zijn, dan gaan we naar de andere kant van de wereld om onszelf daar te vinden. Maar goed. Maak voor je hart geen moordkuil. En mensen vinden kwetsbaarheid op tv vinden ze heel mooi. Er wordt alleen maar wordt dat gewaardeerd. Sommige dingen in het leven gaan beter als je er minder je best voor doet. Het is toch veel belangrijker dat je die Giro wint dan dat je een keer in je broek kakt? Dat maakt het uit. We zien dingen niet zoals ze zijn. We zien dingen zoals wij zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor sportfragmenten die je bekijkt. Iedereen interpreteert zo'n fragment ook vanuit je eigen kader, vanuit je eigen aannames, vanuit je eigen wereldbeeld. Dus veel plezier met sport kijken voor een weergaloos leven. Dankjewel.